Ah, broer, ik kom voor die PS4 joystick. Ah ja, ik heb de controller echt weinig gebruikt. Ik had het vorig jaar gekocht en het is zo gloed als nieuw. Ik hoop het voor je. Even kijken, stuur eens. Hey vriend, eerst betalen, dan een kijkje nemen. Ik geef het niet zomaar weg. Ja, broeder, ik zeg tegen jou, geef even kijken, even checken of het goed is. Dan ik koop van jou wat jij niet begrijpt. Meneer, ik heb vaker Redouans en Mehmet's gehad als klanten. En nooit gaven ze geld. Ze hebben het altijd gestolen. Ja, omdat je me goal bent. Ah, broer, als ik een dief was, had ik je hele osso leeg gehaald. Wat heb ik aan deze gare joystick? 30 euro in de winkel. Hoeveel kost het bij jou? 10 euro was het toch? Nou meneer, voor 10 euro mag je alleen de analoog knopjes hebben. Ja moer, er stond 10 euro op Markie. Wil je nu omhoog gaan met de prijs? Voilà. Ben ik helemaal van niks naar hier gekomen. Ik was 2 uurtjes aan het rijden, broer. Dat doet er niet toe. Maar 25 euro kost het. Ik zeg tegen jou, in de winkel kost het 30 euro. En tank geldt helemaal naar hier. Is al 50 euro. Dus ik ga een joystick kopen. Tweedehands joystick kopen van 80 euro. Ah, ga je reet vegen, ga. Oké, ik ga het vegen. Maar onze deal gaat helaas niet door. Ik zeg 25 euro en jij zegt 10 euro. Ah, go it done.